Goeiedag dames en heren, de Vrije Groen Canada. Ik begrijp dat, dat Nederland bedolven is onder 1,5 centimeter sneeuw. Dat heel de wereld zo'n beetje in de file is daar. Nou, als je nou zo'n beetje weer uit de file bent, dan nodig ik u graag uit voor een volgende vlog van uw favoriete YouTube-boer. Vandaag is het probleem dit. De messchuif. En zoals je misschien wel ziet, heeft hij de benen nog wel knap kort bij elkaar. Die gaan niet meer uit elkaar en dat komt eigenlijk in het midden daar door. Dat ding daar. Daaronder zit een blok en die hoort dwars uit te staan. Je snapt natuurlijk wel dat die pin die erin zit, die hoort daar natuurlijk niet in. Er hoort officieel natuurlijk een bout in, maar die is weg. Er zit een moer opgelast als het ware, niet zomaar al. Dus daar moet je maar voor bedenken. Plus er komt bij dat dit... Dat blok zeg maar op het uiteinde, daar, die hoort ook aan de voorkant vast te zitten. En die zit ook niet meer vast aan de voorkant. En dat betekent dat dus, zodra die hem begint te trekken, dat hij hem dat hele blok uit de goot trekt. En dan gaat dat ding scheef lopen en dan wil hij als het ware helemaal van alle kanten op en dan blokkeert hij. Maar dan wordt de kracht te groot. Wat resulteert dan in vuile vloer. Ja. Plus dat hij heel de tijd stilstaat. Dus dat moet je heel de tijd achter dat ding aan. En dat is vervelend. Dus dan moeten we even het een of het ander aan doen. We beginnen maar eerst een beetje met schoonmaken. Maar dan kunnen we in elk geval nog zien wat we zeggen. Nou, het is een beetje schoon en het is een beetje uit elkaar. Het ligt een beetje op de kant. Aan de voorkant hier, hoort natuurlijk, daar zit een pen in. En ik net laten zien, die zat los en dat is deze. En dan kun je wel zien, die heeft een beetje een bijzondere vorm. Die valt er natuurlijk in die ketting in zo'n schalm. Net zoals hier. En je kunt ook wel zien dat deze is bijna weg. Dus dat zit eraan te komen. Dat zit er ook aan te komen. Dus nog meer gedoe ermee. Maar dat is allemaal wel weer te repareren. Dat is allemaal niet zo heel spannend. Alleen nu, van u... Je snapt natuurlijk, ik heb dat natuurlijk niet op voorraad. En dat betekent dat ik nu er wat aan moet prutsen. En dit is natuurlijk ook geen pisbakmeester. Dus dan moet, als je daar een gewone bout aan doet, gewoon 8 per dag of zo, 2 weken is die ook weg. Dus, maar goed, het moet nog gewoon even klaar, maar ik erg me helemaal de tandjes in dat ding. Dan mogen we over 2 weken maar weer doen. Ik weet het anders ook niet. En dan moet ik het helemaal op snorren, dat we het een beetje aan elkaar kunnen prutsen, dat hij in elk geval nu doet. Even kijken wat ik hier kan vinden. Hahaha, nice and shiny. Ja, dat is hier zat. Maar natuurlijk net niet wat ik zoek. Want, omdat er door een schalm mee moet, want het heeft natuurlijk die rare vorm. Kan er natuurlijk niet zo'n hele dikke boot door. Dus ik denk dat die al te dik is. Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. En als je een dunnere vindt, die is dan waarschijnlijk weer te kort. Maar wat is dit? Ik denk dat dit wel gaat passen. Is natuurlijk veel te dun en veel te zacht. Maar goed, het moet nou even voor het nood even, moet het even klaar. Dus moet even bij elkaar prutsen. Even bij elkaar prutsen. Eens even kijken of de dikte een beetje klopt. Dat moet wel om kunnen. Even kijken. Wat hebben wij hier allemaal? Wat hebben wij hier allemaal? Wij hebben hier van alles. Van alles. Een plaatje. Oh, het is hier. Dit plaatje is misschien nog wel beter. Yes, daar hebben we dan 2 van nodig. En dan hebben wij nodig een moertje. Een moertje. Deze waarschijnlijk. Ja, die past ook. Oh, de lengte moet wel eens een beetje kunnen als je het zo bekijkt. Zal erom gaan. En voor degene die nu kijkt in Europa, die denkt van hé, dat lijkt wel een M8 boot. Met een M6 kop. Ja, dus laten we zeggen een 13 met een, nee, een 17 met een 13 kop. Dat klopt wel eens een beetje. That's imperial for you.
kort en te dun. Ik heb even een nieuwe boot, andere boot. Die is langer en deze is nog langer. Heb ik even opgezocht. Ik heb geen dikkere. Het is even wat het is. Jullie zien ondertussen allemaal één grote lange kabel hier. En een meisje. Hallo Julia. Hoi iedereen. Hoi. En hoi Niels. Als je kijkt tenminste. Je kijkt wel. Je ziet die kabel er allemaal liggen. En die kabel... Die zit hier aan de achterkant met de camera. Maar die camera die gaat natuurlijk heel snel leeg. Dus ik heb er een speciaal even een flink kabeltje voor uitgerold. Wat ik aan die over heb voor YouTube. Ja, wat is dat? Slijtage, dames en heren, slijtage. Heel erg maar aan verprutst worden om dat een beetje weer in orde te krijgen. Nou, dat was dat. Hij loopt weer en je ziet wel, het gaat niet helemaal zoals het hoort. Het ding danst erin. En dat komt er eigenlijk door, omdat die arm, die is langer dan deze arm. Hij schijnt in het verleden een keer afgebroken geweest te zijn. En als dat schijnt in het verleden een keer afgebroken geweest te zijn. En er hebben ze als het ware gewoon een eindstuk opgezet. En dan, omdat die scheef is, krijg je altijd wat scheve krachten. Ja, ideaal is het niet. Maar hij beweegt inderdaad. Ja, nou ja. Gut, het zij zo. Hij doet het voorlopig. Ik moet gewoon even nieuwe onderdelen bestellen. En er is een stukje ketting onder. Het hele ding moet er even af. Daar heb ik nou die boot. Waar dat blok daarop zit. Kan niet verder. Hé. Hey. Eet niet mijn jas op, AUB. Dat blok, dat kan niet verder. Die boot. Die kan niet verder erin. Dus dan moet ik eigenlijk even een nieuwe moer of zo oplassen. Dus het prust toch wel voort even. Maar
voor nu doet hij het even. En daar was het mij natuurlijk helemaal om te doen. Maar goed, zo kun je ook zien dat je met, als je geen goede, goede onderdelen hebt, dat je met een beetje prutsen het wel weer een beetje aan, aan elkaar fantaseert. Ja, zo gaat dat soms. Zo moet dat soms, dames en heren. Soms moet je ook eerst even... Het is niet alleen maar onderdelen vervangen natuurlijk, hè. Maar dat is het allermakkelijkste, onderdelen vervangen. Hij maakt nu wel mooi schoon, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Beter als dat pas. Het was ook wel nodig. Zeg maar rustig. The shit didn't hit the fan. But almost. Voor nu zou ik zeggen, like, reageer en abonneer. Volg mij op Facebook en Instagram. Vaya con Dios. Let's make farming great again.